We starten vandaag met ongeveer 300 prikken vandaag. En we kunnen, de capaciteit kan oplopen tot zo'n 800 tot 1000 prikken. Hier wordt het Pfizer-vaccin ingespoten. We hebben hier een speciale opslag en daar kunnen we de vaccins koel bewaren. We moeten dus, we krijgen ongeveer een doos van 1200 vaccins. En die moeten minimaal, dus binnen 4 dagen moeten die op. Als ze niet opkomen, dan kunnen ook medewerkers hier geprikt worden. Ach, we zijn op een leeftijd, veel drukte hebben we niet meer. En doen wat voorgeschreven wordt, wat goed is om die kwaal te bestrijden. Nou, doen we mee. Almelo is speciaal ingericht voor de doelgroep 85 plus. Dus met name de oudere doelgroep, die laten we hier vaccineren. Maar we hebben ook nog een locatie Enschede en die kunnen we ook nog openzetten. Maar in eerste instantie is Enschede ingericht voor de zorgmedewerkers. Kunnen mensen, als ze geprikt zijn, direct in de auto stappen en naar huis gaan? We zijn gebonden aan de landelijke richtlijn. Ze moeten minimaal een kwartier wachten. En als ze dan geen reactie hebben, dan mogen ze weer naar huis. En als het dan niet in orde is? Ja, dan is de richtlijn minimaal 30 minuten wachten. En natuurlijk hebben we hier ook een arts ter plaatse. En die kan meneer of mevrouw dan helpen.